Ja, 21 roept het kabinet op. Trek die pleister eraf. In één keer. Durf die stap aan. In plaats van telkens de meest sombere verwachtingen als maatstaf te hanteren. Durf te kiezen voor een beleid dat past bij een endemische fase waarin we leren leven met COVID. Met inachtneming van de eigen verantwoordelijkheid. In plaats van blind te varen op een fijn uitgesponnen set van maatregelen die om de week veranderen. Vandaag voer ik hier het eerste coronadebat van het nieuwe jaar. Met ook de nieuwe minister Kuipers. Wat Ja 21 betreft is duidelijk. Met Omicron vallen de cijfers alleszins mee en daar moeten we nu op in gaan spelen. We moeten de horeca weer openen en de kunst- en cultuursector weer openen. En zo heel Nederland weer lucht geven. De maatregelen kunnen veilig afgebouwd en dat moeten we nu dus gaan doen. Daar gaat Ja 21 zich vandaag voor inzetten. Een nieuwe minister voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport is aangetreden. Mijn fractie feliciteert minister Ernst Kuipers. Het is verheugend dat het departement van VWS een echte vakminister krijgt. Hopelijk slaagt de minister erin om zijn medische kennis en bestuurlijke ervaring te combineren met een breed inzicht in wat de samenleving werkelijk nodig heeft. We ervaren allemaal hoe mensen met hun rug tegen de muur staan. De grens is bereikt. De weken tussen het vorige coronadebat en nu bevestigen dat Omicron zeer besmettelijk is. Maar zoals verwacht en gehoopt zorgt deze variant tegelijk voor een aanzienlijk minder zware ziektelast. Afgelopen weken hebben we achtereenvolgens de Raad voor de Rechtspraak, de Begeleidingscommissie Digitale Ondersteuning COVID-19 en een reeks onderzoekers de onderbouwing van 2G en het coronatoegangsbewijs ondermijnd. We zijn toe aan een beleid dat niet is gebaseerd op uitsluiting en polarisatie. Samen leren leven met een virus dat onder ons is en zal blijven. We gaan met corona immers de endemische fase in. Openheid is een absolute voorwaarde voor de onderbouwing van dat beleid. Hieronder valt ook inzicht geven in de brondata. Eerder is er al uitgebreid gesproken over een belangrijk voorbeeld. Het onderscheid tussen patiënten die opgenomen zijn vanwege corona en patiënten die positief zijn getest. De oversterfte en oorzaken hiervan zijn een ander belangrijk voorbeeld. Bij beleid hoort ook het geven van uitvoering aan aangenomen moties van de Kamer. Ik ben erg blij met de voortvarende wijze waarop het ministerie aan de slag is gegaan om de pilot van het wonder van Staphorst te ondersteunen. Dat is een belangrijke pilot, want alle scholen in het hele land staan voor de uitdaging om goede ventilatie, luchtbehandeling en duurzaam omgaan met energie te combineren. Mijn fractie zou graag zien dat de minister dezelfde voortvarendheid aan de dag legt om ervoor te zorgen dat de serologische test als grondslag mag dienen voor herstel. Herstel of immuniteit komt voor steeds meer mensen in zicht, want het aantal mensen dat door vaccinatie of besmetting nog niet in aanraking is geweest met het virus, wordt steeds kleiner. Aansluitend wordt de vraag steeds klemmender hoe lang het maatschappelijk en economisch leven nog moet wegkwijnen in de schaduw van het virus. OMT-lid Mark Bonte, die begin januari nog op weinig versoepelingen durfde te hopen, merkt nu in de Volkskrant op dat het moment dichterbij komt om de pleister er in één keer af te trekken. Voorzitter, Ja 21 roept het kabinet op, trek die pleister eraf. In één keer. Durf die stap aan, in plaats van telkens de meest sombere verwachtingen als maatstaf te hanteren. Durf te kiezen voor een beleid dat past bij een endemische fase waarin we leren leven met COVID. Met inachtneming van de eigen verantwoordelijkheid. In plaats van blind te varen op een fijn uitgesponnen set van maatregelen die om de week veranderen. Concreet, open de horeca en de kunst- en cultuursector. Natuurlijk met inachtneming van de basismaatregelen. Het betekent ook na bijna 2 jaar eindelijk jongeren weer ademruimte geven. Want tot slot vraagt ook Ja 21 in het bijzonder aandacht voor hun positie. 2/3 van de jongeren kampt met eenzaamheid. Minister Kuipers sprak er ook al over tijdens de persconferentie. Media rapporteren een sterke stijging over vorig jaar van het aantal zelfmoorden onder jongeren. Nu de coronacrisis tot een einde lijkt te komen, is het absolute noodzaak om aandacht te besteden aan deze mentale crisis. Waarom kan je je op iedere straathoek laten testen op corona, maar weten veel jongeren met mentale problemen niet waar ze naartoe moeten? Je zou haast overwegen om in plaats van de GGD-teststraat een GGZ-testroute in te richten. Vandaar mijn volgende afsluitende vraag. Wil de minister vanwege de mentale problematiek en het schrikbarend aantal zelfmoorden met spoed nagaan hoe snel laagdrempelige en toegankelijke psychosociale hulpverlening kan worden aangeboden aan jongeren? Dank u wel.